Ik wil het eigenlijk zelf, zelf beleven. Ik wil er zelf bij zijn. Je afscheid zelf bijwonen in plaats van wachten op je uitvaart. Het zou maar zo een nieuwe trend kunnen worden. Zoals die van voorman van de gehandicaptenbeweging beweging Jan Troost uit Wiegen. Hij gaat niet meer genezen van kanker en zette vandaag zijn doodskist vast klaar in een Nijmeegse Theaterzaal. Want daar vierde hij zijn prematoriumfeest. Je dierbaren bij elkaar, speeches over hoe geweldig je was. En tranen rond de kist. Vaste ingrediënten voor een uitvaart. Maar hier is de aanstaande dode zelf bij. Van jongens van aan ben ik met de dood te maken gehad. Jongens van mijn leeftijd die overleden. En dan, dan ga je weer naar zo'n kerkdienst. En dan wordt er altijd heel leuk en aardig over je gepraat. En ze dacht van ja, ik wil het eigenlijk zelf, zelf beleven. Ik, ik wil er zelf bij zijn. Tussen al die mensen die hem kennen als strijder voor zichtbaarheid en gelijke behandeling van mensen die net als hijzelf geen standaardlichaam hebben. Die strijdbaarheid ontstond al op het internaat. En in de jaren zeventig, toen ik veertien was en ik bij de Lindenberg aan het demonstreren was met een bordje omdat we niet in konden, dacht ik ik ga in vijf jaar de wereld veranderen. Die missie duurt inmiddels al ruim 50 jaar, waarin hij landelijk bekend werd als voorman van de gehandicaptenbeweging. Zijn onvermoeibare inzet leverde hem vandaag erkenning van de gemeente Nijmegen op en veel respect. Al die lovende woorden doen hem goed. En daar word ik wel een beetje dat heb ik me nooit zo gerealiseerd eerlijk gezegd. Dat doet goed, hè? Ja. Ja, was toch maar niet voor niks. Nee.